Hallo beautiful ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV. Deze week ga ik met de billen bloot, heel spannend. Met de billen bloot. Hier ze. Een belangrijke succesfactor in het leven is namelijk of je durft te vragen wat jij wil. Niemand weet namelijk wat jij wil als jij dit niet uitspreekt. Of je nou een promotie wil, een relatie met de man van je dromen of gewoon hulp bij een probleem waar je tegenaan loopt. Helaas houdt onze zeer risicomijdende natuur als mens ons vaak tegen om rationele beslissingen te nemen. Je kan over dit onderwerp veel lezen in het supergoede boek van Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Nu heb ik erover nagedacht en ik kom zelf uit op het concept onvoorwaardelijk vragen. En yes, dat is hetzelfde als onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde! Namelijk vragen zonder daar iets voor terug te verwachten. Waarom ga je namelijk scenario's uitdenken? Omdat je bijvoorbeeld bang bent voor een afwijzing of om een gênante situatie mee te maken. Vragen om een promotie. Ik krijg het toch waarschijnlijk niet, maar ik heb het wel echt heel goed gedaan dit jaar. Maar straks vinden ze mijn geldwolf. Misschien volgende week. Vraag het volgende week misschien wel. Als ik erover heb nagedacht, ja. Hoe geweldig ik ook denk andere mensen goed te kunnen inschatten, ze reageren toch vaak anders dan je verwacht. Zelfs mijn vriend, die ik door en door ken, en misschien herken je dat zelf ook, reageert soms gewoon anders dan wat ik zelf daarbij had verwacht. De conclusie van dit verhaal, als jij iets wil, vraag er dan om. Spreek het uit. Of je het nou op papier zet, wat jouw droom is, zodat je voor jezelf een helder beeld daarvan hebt. Of dat je bijvoorbeeld eindelijk die vraag aan je baas om promotie durft te stellen. Zet even alle verwachtingen opzij en wees juist nieuwsgierig naar het antwoord. In plaats van dat je het eigenlijk al in je hoofd vastzet en daardoor denkt, ik hoef het niet eens meer te vragen. Zo schakel je je gevoelens van onzekerheid uit. Vraag onvoorwaardelijk. En dit is het moment waarop ik jou iets ga vragen wat ik doodeng vind, maar wat ik wel heel graag wil. Ik wil je vragen om hulp bij het bereiken van de 10.000 abonnees voor mijn verjaardag op 12 mei. Ik heb het echt al maanden in mijn hoofd en wat ik nu zie is dat het met de natuurlijke groei gewoon niet gaat lukken. Naast het zien van mijn vriend na 3 maanden reizen, is het bereiken van de 10.000 abonnees voor mijn verjaardag iets wat ik heel, heel, heel graag wil. Het is gewoon een waanzinnige mijlpaal. Ook al is het een getal, voor mij betekent het gewoon heel erg veel. Je kan me helpen door je bijvoorbeeld te abonneren voor zover je dat nog niet hebt gedaan. En als je wel geabonneerd bent, dan zou ik je willen vragen om een video die jij leuk vindt of die jou heeft geholpen door te sturen naar bijvoorbeeld je vriendinnen, je moeder, je tante, je oma, je nichten. I don't care. Stuur het gewoon naar iemand waarvan jij denkt, oh, die vindt het ook leuk of oh, die kan dit ook goed gebruiken. Ik heb oprecht geen idee of het daarmee gaat lukken om samen de 10.000 aan te tikken. Maar weet je, dan heb ik in ieder geval gevraagd wat ik wil. Onvoorwaardelijk. Ik heb geen idee wat de uitkomst zal zijn. Wil je mij dus een mooi verjaardagscadeau geven? Dan is dit iets wat ik echt heel graag wil hebben. But wait! En natuurlijk ga ik ook iets leuks doen voor jullie. Ik ben straks weer in Hongkong en kan shoppen voor jullie. Aangezien ik op reis ben en toch op een budget leef, is het budget deze keer 50 euro. Laat in de comments weten wat jij heel graag wil hebben. En dan shop ik straks met alle liefde voor jullie weer in Hongkong. En zoals altijd mag je vragen wat voor video's jij wilt zien. Ik maak echt met alle liefde video's op jullie verzoek. Dankjewel voor het kijken. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu. Want dan heb je mij al mijn verjaardagscadeau gegeven. Tot volgende week.